Hoe schep je structuur in een grote hoeveelheid historische informatie? Hoe krijg je grip op feiten, personen, jaartallen en gebeurtenissen? Hoe zorg je dat je verhalen beter kunt onthouden? Daarvoor gebruik je een historisch referentiekader, een middel om kennis over het verleden overzichtelijk te ordenen. En hoe je dat doet, stap voor stap, leer je in deze video. Misschien kun je geschiedenis wel vergelijken met een supermarkt. Er zijn schappen met brood, zuivel, knorwereldgerechten of wasmiddel. En omdat er van tevoren is nagedacht over welke producten waar in de winkel komen, krijg je een mooi geordend geheel. Een schap voor broodbeleg, een schap voor ingeblikte bonen. Vakkenvullers weten heel precies wat waar moet, omdat ze de indeling al kennen. En op dezelfde manier kun je ook te werk gaan als je informatie over het verleden gaat ordenen. Maar dan is het dus wel belangrijk dat je eerst weet welke categorieën en schappen er allemaal zijn, voordat je de producten op de juiste plek kunt zetten. Om te beginnen zijn er drie dimensies waarin je historische informatie kunt indelen. Tijd, ruimte en maatschappelijk domein. Bij tijd moet je denken aan periode, eeuw, jaartal, gebeurtenis, ontwikkeling, proces, oorzaak en gevolg, continuïteit en verandering, evolutie of revolutie. Tijdelijk of langdurig, tegelijkertijd of na elkaar? Dus niet alleen wanneer in de tijd, maar ook hoe in de tijd zich iets beweegt. Denk aan een langzame overgang, zoals van een landbouwsamenleving naar een landbouwstedelijke samenleving, of een gebeurtenis zoals de moord op Julius Caesar in de eerste eeuw voor Christus, of het bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1815, of het interbellum tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Bij ruimte gaat het om grote of kleine schaal. Lokaal, regionaal, globaal. Een open of een gesloten ruimte. Binnen een organisatie of instituut. Stedelijk of landelijk. Vergelijk bijvoorbeeld de gesloten landbouwsamenlevingen in de vroege middeleeuwen met de open wereldwijde handelscontacten in de moderne wereld. Maar je kunt ook denken aan de functie van Rome als hoofdstad van het gigantische Romeinse Rijk. De derde dimensie is het maatschappelijk domein. Daarbij gaat het om vier hoofddomeinen: sociaal, economisch, politiek en cultureel. Het sociale domein gaat over hoe mensen en groepen met elkaar omgaan. Het heeft te maken met verbindingen en verschillen tussen groepen, maar ook met ongelijkheid en welke rechten en plichten iemand heeft. Hoe bepaalde kenmerken voordelig of nadelig kunnen zijn voor iemands plek in de maatschappij. Denk aan leeftijd, beroep, inkomen. Religie, huidskleur, afkomst of geslacht. In iedere samenleving ontstaan zo vrijwillig of juist als gevolg van ongelijke machtsverhoudingen verschillende maatschappelijke groepen. Er komen nu steeds wat voorbeelden die ik telkens beschrijf aan de hand van de dimensies tijd, ruimte en maatschappelijk domein. Zo kun je de strijd voor het vrouwenkiesrecht in westerse landen begin 20e eeuw indelen in het sociale domein. Een ander voorbeeld is de wet tegen kinderarbeid in Nederland uit 1874. En ook de standenmaatschappij van het Ancien Régime in Frankrijk tussen de middeleeuwen en de Franse Revolutie hoort bij het sociale domein. Het economische domein gaat over hoe mensen aan de meest basale behoeftes om te overleven komen, zoals eten en drinken, kleding en onderdak. Maar op grotere schaal gaat het ook over de taakverdeling in een samenleving en is er dus ook overlap met het sociale domein. Welke beroepen zijn er? Welke staan hoog in aanzien en welke laag? Maar ook belastingen, dat mensen geld moeten afstaan aan de overheid, horen bij het economische domein. Wie betaalt hoeveel belasting? En ook handel. Wordt er geld gebruikt of is er sprake van ruilhandel? Zijn er internationale handelscontacten of juist niet? En zo zie je dat ook de ruimtelijke dimensie hier mee te maken heeft. Wat dacht je bijvoorbeeld van de driehoekshandel tussen Europa, Afrika en de Nieuwe Wereld vanaf de 17e eeuw? Of een ingrijpende economische verandering, zoals de industriële revolutie die begon in Engeland halverwege de 18e eeuw. Het derde domein is het politieke domein. Politiek gaat onder andere over regels en afspraken over het bestuur van een samenleving, via wetten over rechten en plichten. Hoe worden beslissingen genomen? Wie bedenkt nieuwe regels? Wie zorgt ervoor dat die regels ook worden nageleefd? Wie bestraft criminelen? Is er een kleine groep aan de macht of mogen alle mensen meestemmen? Een voorbeeld uit het politieke domein is de Atheense democratie in de vijfde eeuw voor Christus. Daaraan mochten alleen Atheense mannen meedoen, en zo heeft het politieke domein ook weer overlap met het sociale domein, want vrouwen hadden destijds geen stemrecht. Maar politiek gaat ook over zaken als oorlog en vrede. De honderdjarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland in de middeleeuwen is een voorbeeld van iets dat zich in de internationale ruimte afspeelt over een langere periode. En ook de oprichting van de Verenigde Naties, een gebeurtenis aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, is een voorbeeld uit het internationale politieke domein. En tot slot is er het culturele domein. Cultuur omvat vrijwel alles wat mensen hebben gemaakt en staat daarmee dus tegenover natuur. Denk aan kunst, muziek of gebouwen. Dat zijn hele duidelijke en hele zichtbare voorbeelden. Maar ook religie, filosofie, ideeën over bijvoorbeeld wetenschap of kennis behoren tot het culturele domein. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat Griekenland in de oudheid een bloeiende cultuur had. Daarmee wordt dan meestal bedoeld dat er veel kunst werd geproduceerd, dat filosofen en wetenschappers dikke boeken schreven en dat er heel veel ideeën werden uitgewisseld. Maar bijvoorbeeld ook de normen en waarden van een bepaalde samenleving. Wat vinden mensen belangrijk? Is er respect voor andere culturen? Hoe wordt er omgegaan met verschillen in bijvoorbeeld godsdienst? Soms is het lastig kiezen tussen domeinen. Het sociale en het economische domein hebben bijvoorbeeld veel met elkaar te maken als het bijvoorbeeld gaat over beroepen. En ook belastingen, het deel van je inkomen dat naar de overheid gaat in ruil voor bescherming, hebben te maken met politieke verhoudingen. En dan nog een voorbeeld. Een van de oorzaken van de 80-jarige oorlog tussen Nederland en Spanje was de Spaanse vervolging van Nederlandse protestanten in de 16e eeuw. Aan de ene kant kun je zeggen dat dat te maken heeft met cultuur. Want het gaat over hoe mensen omgingen met verschil in religie. Maar aan de andere kant gaat het ook over politiek, omdat die vervolgingen via wetten aan de Nederlandse onderdanen werden opgelegd door de Spaanse heersers. Tijd en ruimte zijn vaak wat makkelijker af te bakenen, maar die domeinen hebben vaak veel overlap. En het is dan ook niet erg als je twijfelt tussen meerdere domeinen. Want het maken van dit soort afwegingen hoort ook bij geschiedenis. Het gaat soms ook om je eigen goed onderbouwde oordeel. En zo schep je dus structuur in een grote hoeveelheid historische informatie en krijg je beter grip op feiten, personen, jaartallen en gebeurtenissen. Ik hoop dat je met het referentiekader en alle voorbeelden uit deze video een idee hebt gekregen van hoe je historische informatie kunt indelen in de dimensies tijd, ruimte en domein. Het zijn zeg maar de drie hoofdcategorieën of schappen die je kunt gebruiken om informatie te ordenen. Het helpt je om in je hoofd of op papier een grote tijdlijn op te bouwen van alles wat je bij geschiedenis tegenkomt. Het zorgt ervoor dat je nieuwe informatie snel op de juiste plek kunt indelen tussen wat je al kent en weet. In de volgende video's duiken we dieper in de dimensie tijd en begrippen zoals oorzaak en gevolg, verandering en continuïteit, om zo stapsgewijs steeds verder te bouwen aan je eigen historische referentiekader. Ik ben benieuwd naar wat je van deze video vond. Dus laat je opmerkingen, vragen of suggesties achter in de reactie. Bedankt voor het kijken!